leiding, dus ik ga hem ook gaan weer laten winnen natuurlijk. De eerste kandidaat is Loes de Ruij. Smakelijk van Daan van Dalen.
Ja, holen, hè? Nee, hè? Wat zijn jullie precies aan het doen? Nou, schoenen leggen we nog een dag. Sowieso. Ja, ja. En we zeggen dat ook nou eigenlijk. Ik doe het niet zo jongen nog helemaal. Oh ja, buikje. Wat denk je wel wie je voor je hebt? En dan zo'n vader. Wat doet zo'n vader nou helemaal op de kost? Belachelijk. Belachelijk, ja. Dat is het juiste woord. Je hebt een rustig met vakantie te gaan. Sta je 3 weken met les gelegd. Geen kasteel gezien. Je vrouw de hele tijd buitengekomen. En dan, oh van hem, wordt je dochter beschadigd door een jonge kudelstap met een paard staat. Maar je bent toch best boosleid, schat? Ja, je weet dat je als ik daar ga, dan even koud. Wat doe je? Oh ja, buiten jij. Hou me niet buiten, dan schijf ik even naar buiten. Kom maar op, het lusje nou. Thijs! Wouter! Fries! Wat een paar vragen die als zou beantwoorden. Mijn naam is Wouter van Somsling. Mijn vader is vicepresident bij de Nederlandse Bank. Voor de computer staat zij en nu nog meer zit. Nu is de chocolade 4,5 meter. En deze een leuke dochter. Een schat van die meid. Die ook een waanzinnig concert heeft. Wie? Waar je bent? Dat heeft ze niet van de vrienden. Nee, ik wist niet. We hebben de hele week gesurfd. Zeg jij, zeg Wouter. Meneer Boer. Weet jij dat ik Nederlands kampioen surfer ben geweest? Maar altijd goed. Ik voel het zo van boven mijn bed. Echt? Ja, ik ben al zitten met 4 fans. Ongelooflijk. En ik ook van uw dochter. Ze is leuk, hè? Thank you.
ben ik heel erg trots op. Geef ze nog eens een keer een kijken. Voor ons was dat nog een heel belangrijk oefenmoment voor vanavond. Want vanavond zullen alle ouders, vrienden, bekenden in de zaal zitten. Nou, jullie hebben alles nou kunnen oefenen. Vind je het niet? Ja. Jullie hebben het keigoed gedaan. Dank u wel. Dank u wel.